daar is een voortdurende actie wat geloods wordt van ons als producent en werkers kant af. Dus is onder andere die losmaak van die thee tussen die planten. Sekere tye van die jaar, vooral in die winter, nadat ons eerste goede winter reen gekry het, om juist goede vochtpenetratie te krijgen naar jou wortelzone toe. En dan een tweede belangrijke ding is onkruidbeheer, wat ons ook hoofdzakelijk mechanisch werk met verskeie implementen. En dan natuurlijk ook belangrijk is ons insectbeheer. Daar wordt vooral in die productietijd, wanneer die thee actief groei wordt, hier op een wekelijkse basis wordt hier deurgestapt door die lande en hier wordt inspectie gedaan en opnames gemaakt van wat ze insecten tegenwoordig is en hoe erg die populatie is. En dan dien ooreenkomstig word daar dan opgetree met spuitmiddels wat ook lae risiko's inhou vir die bedryf. Rooibos thee hou van sand tot sandleemgrond met een pH van so min of meer 4.8 na 6.5 toe. En dan ook wat baie belangrijk is, dat moet een diep goed gedraineerde grond wees. En dan, dit is ook wat vooral die plaas hier op Tuurberg uniek maak, is dat hy ook een fractie van verweerde sandsteenformaties het en wat oor jare verweer in die thee, rooibos thee lande en dan wat die plante dan ook gebruik om hulle nutriënte goed aan te vul uit die spesifieke verweerde materiaal.